Minister Stanley Ragubashing van Financiën en Planning verzekert de samenleving dat de regering het land geenszins zal opzadelen met schulden. De bewindsman heeft op dinsdag 12 december 2023 twee leningsovereenkomsten voor een totaalbedrag van $170 miljoen getekend met de IDB. Vertegenwoordiger voor Suriname Adriana Lavallee. Hij vindt het terecht dat mensen zich afvragen of de regering niet te veel leningen neemt. Echter benadrukt Ragubashing dat alle leningen in het traject met het Internationaal Monetair Fonds IMF passen en ook goed met het fonds worden doorgepraat. De Egmond Groep, vertegenwoordiger door FIU Nederland en FIU Curaçao, heeft gisteren een beleefdheidsbezoek gebracht aan president Chandrika Prasad Santokhi. De Egmond Groep is hier vanwege de toetreding van de Financial Intelligence Unit Suriname tot deze organisatie. De Egmond Groep of Financial Intelligence Unit is een internationale organisatie die de samenwerking en het delen van inlichtingen tussen nationale financiële inlichtingen eenheden faciliteert om witwassen van gelden en financiering van terrorisme te onderzoeken en te voorkomen. Op deze manier wordt de integriteit van het globaal financieel systeem beschermd. De ECD heeft haar reguliere controlewerkzaamheden afgelopen dinsdag in het district Paramaribo, Maretraite, uitgevoerd. De controledienst heeft illegale alcoholische dranken en medicamenten bij een winkelier ZY geconstateerd en in beslag genomen. De ECD heeft tijdens de controlewerkzaamheden een partij illegale wijn, rum en medicamenten aangetroffen. Hierbij zijn een aantal artikelen van de wet vergunningen, beroepen en bedrijven en de wet tegengaan smokkelen overtreden. Daarnaast was ook geen prijsaanduiding op de producten. De partij illegale wijn, rum en medicamenten zijn in beslag genomen.